Goedendag. Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Het paasweekje ziet er wisselvallig uit. Ligt vandaag een klein lage drukgebiedje boven de Veluwe en die trekt langzaam naar Duitsland. En rondom dat lage drukgebied is het bewolkt en er valt regen en motregen. In Flevoland, Overijssel, en Gelderland kan er misschien ook wat natte sneeuw vallen, maar dat stelt weinig voor. Wel daardoor lage temperaturen. Vanmiddag wordt het in het noorden en westen droger en heel misschien breekt dan ook de zon daar even door. Het wordt dus 6 graden in het noordwesten, 9 in Limburg. Vanavond wordt het op meer plaatsen droog, maar ook snel kouder. In het noorden daalt het kwik al naar 1 graad en in de nacht kan het daar gaan vriezen. Morgen overdag, tweede paasdag, opnieuw wisselvallig weer. Dan vooral in het westen en noorden van tijd tot tijd regen. In het zuidoosten en oosten blijft het zo goed als droog. Temperaturen gaan wat omhoog, 8 in het noordwesten en 14 in Maastricht. Echt zacht wordt het dinsdag, 15 tot 17 graden. Maar het is geen zonnige dag, we moeten gewoon de paraplu bij de hand houden. Woensdag en donderdag breekt wel vaker de zon door, maar op beide dagen vallen er ook buien. En de temperatuur gaat donderdag weer iets naar beneden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.